Ik ben wielslijtage aan het meten. Toen deze wagens in dienst kwamen, deden ze nog geen 2000 kilometer met de wielen. Ja, dat is gek, hè? Normaal deden ze er 60.000, 65.000 mee. Dus... Het is de bedoeling dat wij gewoon een aantal wagens volgen. Zodoende een oplossing te vinden de wielslijtage terug te dringen. Mijn werk is repareren, onderdelen van de tram uit elkaar halen en onderdelen vervangen en dan weer gewoon in elkaar zetten. Ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het een geweldig werk. Ja? Ja, ik heb eigenlijk naar mijn zin. Altijd lachend binnenkomen, lachend naar huis. Ik werk met een aantal collega's samen bij de afdeling camera en veiligheidstoezicht. Dus iedere storing die er binnenkomt van de stations en gebouwen, dan proberen we zo'n storing door middel van de andere afdelingen, externe afdelingen, proberen we storing op te lossen. Het van kaartverkoop is ondergespuugd door een boze klant. Kunnen we dan een van de CSU-mensen naartoe sturen? Want het is geen wacht en waak. Ik heb iemand gebeld van CSU en ze hebben daar twee mensen rondlopen. En die komen zo meteen naar jou toe om het loket schoon te maken. Graag gedaan. Dag. Ik werk ruim 41 jaar bij de RET. Ja. Augustus 68 begonnen. Ik begon bij de RET voor het bruto salaris van dag 253 gulden per maand. Er moest gewoon keihard gewerkt worden voor weinig. Ik woonde toen nog bij mijn ouders. Dus, ik kon absoluut nog niet op mezelf gaan wonen toen. Nee? Kon niet, nee. Ja, wat moest je? Voor dat geld kon je helemaal niks, toch? Soms heb je een dag dat je gewoon een dag niet hebt. Hè. Maar ik probeer er wat van te maken. Even met de collega's praten, gewoon de dag doorbrengen. Vorige bedrijven, daar had je wel de collega's die de dag verpesten voor jou. En zeuren, dit en dat of zo. Maar heb ik er nooit eerder zo'n collega's meegemaakt. Nooit. Als je denkt dat je tot 65 gaat werken, dan wil je nog meer jaren hierin pompen. Dank je, Brian. Hoi. Ik zit nu bij de centrale verkeersleiding en dat is 20 jaar lang is dat mijn grootste droom geweest. En heb ik altijd gehoopt dat die uit zou komen. In februari volgend jaar werk ik 26 jaar bij de RET. Toen ik in dienst kwam had ik lang blond haar en ik droeg een rok en hoge hakken. En je komt op die tram binnen en dan wordt er toch gereageerd van hey, dit past niet in het beeld van wat wij hebben. En dames waren er bijna niet op de weg, dus je was best wel een blikvanger toen. In het verleden was het zo, toen was de RET was nog gemeente Rotterdam, dat is een gemeentebedrijf. Als je 40 dienstjaren had, kon je voor, ik dacht dat het toen 80% van je salaris was, kon je gewoon stoppen. Dat mag niet meer. Dus dan ben je eigenlijk veroordeeld tot het werken tot je 65. En hoe voel je je daarover? Een beetje besodemiet het eigenlijk aan de ene kant, maar aan de andere kant, goed. Ik vind het werk leuk, dus... Ja, maar je zou ook wat anders met je tijd kunnen doen. Ik zou ook veel andere dingen met mijn tijd kunnen doen. Mijn droom is goede, mooie, bekende acteur te worden. Samen met Bollywood optreden ook. Ook gewoon fitness trainen.
Het is ook een droom van mij dat ik een goede body krijg of zo. Niet overdrijven, maar gewoon even gewoon normaal platte buik of goede postuur hebben. Ja, een beetje stoerachtig, maar niet stoer, hè? Dan heb ik in castingbureaus laten inschrijven. En heb ik veel aanbod gehad. Maar ik had een tijdje geprobeerd. 3 jaar op acteurschool gezeten in Utrecht. Hoe groot schat jij de kans dat wij jou over 10 jaar in een Bollywood-productie zien? En dan moet ik toch een keer naar India gaan. Naar Mumbai om met iemand kennis te maken daar zo. Dan zou ik even vertellen hoe ver ik ben. Met acteren en wil ik er wat bijles krijgen. Khoya rehta hoon teri yaadon mein, hum to khud ko bhulaye baithe hai, likh diya zindagi tere naam. Wat vindt jouw vrouw ervan dat jij een Bollywood acteur wil worden? Nou, ze vindt het leuk. Ja, ze hebben. Toen ik op de acteerschool ging, ze was ook achter mij. Ze was ook blij dat ik ver wou schoppen. Ja, ik had haar gezegd, dus ik wil een acteur worden. Zei hij, ja, is geen probleem, dus ga je gang maar. Mijn vrouw houdt echt heel veel van me. Ja? Zeker weten. Kun je vertellen wat je voelt als je aan je vrouw denkt? Zo, dan voel ik me gewoon. Gewoon als kippenvel, als ik dat zeg. En. Krijg ik tranen in mijn oog als ik dat zeg. Ja? Ja. Ik heb geen woorden meer. Is het al weggehaald? Ja, aan de linkerkant. Ik ben gek op tekenen en schilderen. En. Ja, toen zag ik via tekenen en schilderen Hive, zag ik een aantal hele mooie schilderijen waar ik echt helemaal weg van was. En toen heb ik die persoon een berichtje gestuurd dat ik de schilderijen echt oprecht mooi vond. En toen kwamen we met elkaar in contact. Wat dacht je toen je haar zag? Wauw. Haar uitstraling, ontzettend lief. Echt ontzettend lief. Heel hele lieve uitstraling en voelde me gelijk bij haar op mijn gemak. En het klikte direct ook en ja, toen kwamen we zo met elkaar in een gesprek en ja, zo van het een kwam het ander eigenlijk. En uiteindelijk kwam het moment dat we ouderwets aan elkaar vroegen van weer verkering. Ja, ondanks de leeftijd. Gekregen voor vrijdagavond 2 oktober om naar de discotheek Alkenshard te komen, Puttershoek. Ik heb begrepen dat het een heel erg leuk feest moet zijn. Heel veel mensen zijn er ook aanwezig. Er zijn meerdere jubilarissen, 12,5 jaar, 25 jaar. Mensen die met pensioen gaan. En dan gaat onze leidinggevende die gaat een speech houden voor wat er de afgelopen 25 jaar over mij te vertellen valt. Jacob, Margreet, 25 jaar in dienst van de RET. Je hebt al die jaren niet stilgezeten in ieder geval, dat blijkt wel uit je cv. Begonnen bij de tram in 1984. Gefeliciteerd, man. Dankjewel. Een van jullie collega's is zo moedig om hier vandaag het podium te betreden van Alkenshard. Dus geef er een daverend applaus. Jullie kennen haar van de tram. Hier is ze, speciaal voor jullie, Rut. Hartstikke gezellig. Echt hartstikke gaaf. En, je kan volop eten en drinken wat je wil.
Nee, de sfeer is goed, de ambiance is goed. Echt goed uitgekozen locatie. En het is gewoon een heerlijk gevoel om zo een 25-jarig jubileum te vieren. Dus echt proost, RT.